Dit zijn Eva en Koen. Eva en Koen zijn al een tijdje samen en zijn heel erg verliefd. Ze hebben een super romantische dag gehad. En 's avonds gaan ze samen uit eten. Maar dan krijgt Eva een appje van haar beste vriendin. Ze stuurt: ik zag dat je met Koen op date was. Ik wil je alleen even waarschuwen, want ik ben ook een keer met Koen naar bed geweest en had gelijk een SOA te pakken. En hij gaat wel met meerdere meiden naar bed, dus pas op. Eva legt haar telefoon weer weg en doet alsof ze dat appje nooit gelezen heeft. In haar gedachten denkt ze de hele tijd aan het feit dat de kans groot is dat Koen een SOA heeft. Koen heeft met zijn vrienden ook allemaal stoere praatjes over dat hij geen seks wil hebben met een condoom. Maar Eva wil wel dat Koen een condoom gebruikt, maar weet niet hoe ze haar grenzen hierin aan moet geven. Eva wil niet met Koen naar bed toe voordat hij een SOA-test heeft gedaan. Wat moet Eva nu doen? Hoe begin je zo'n gesprek? Voor al je vragen over anticonceptie, SOA's of andere seksgerelateerde vragen kun je terecht bij sense.info.